Babyboom. De kinderopvang in Haarlem geeft momenteel Engelse les. Een aanvaring tussen twee kleuters noemt men daar een kindercrash. De Nederlandse taal. Een fascinerend onderwerp vanwege zijn eeuwenoude geschiedenis en waaraan steeds weer nieuwe woorden worden toegevoegd. Er zijn mensen die voor het behoud zijn van de Nederlandse taal. Samuel Amsing, die leefde van 1590 tot 1632, was zo iemand. De Haarlemse dominee in de Grote Kerk, dichter en taalprist, was fel tegenstander van bijvoorbeeld Franse en Latijnse woorden in de Nederlandse taal. Wie was deze man en heeft zijn taalprisme nog steeds invloed op onze Nederlandse taal? Goedemorgen Joost. Hoi. U bent voorzitter van het Amsinggenootschap. Dat klopt. Jij bent Lisa. Ja, dat klopt. Wie was nou die heer Samuel Amsing en wat deed hij nou precies? Samuel Amsing was een dominee hier in deze grote kerk in Haarlem. En hij was daarnaast een soort taalliefhebber. Hij was boos over het interessant doen met Latijnse en Franse woorden in de Nederlandse taal. Hij wilde het liefst dat Nederlands bleef. En Engels bleef Engels. Hij sprak vloeiend Latijn, hij sprak vloeiend Frans, maar hij was tegen het door elkaar heen gebruiken om interessant te doen. Okay. We staan vooral voor plezier in het muziek maken en Nederlandstalige muziek. Ja. Maar als tweede lijn eigenlijk maken wij ons op een zo vrolijk mogelijk wijze boos over het overbodig gebruik van Engelse leenwoorden in de Nederlandse taal. Wat een ruimte, hè? Geweldig. Ja, het is een gigantische ruimte en een gigantisch mooie ruimte ook. Je raakt hier eigenlijk niet uitgekeken, althans ik niet. Alleen al het orgel wat je daar ziet, het Muller-orgel. De denkwijze van Samuel Amsing leeft dus nog steeds voort. Joost Mulder en zijn Amsinggenootschap zijn daar een goed voorbeeld van. Zeker, wij hebben hem gewoon een beetje ingepikt eigenlijk. En ik denk dat hij over ons gedrag zich net zo kwaad gemaakt zou hebben. Ze zeggen wel eens van hij draait zich om in zijn graf als hij ziet wat. Zou zich omdraaien in zijn graf als hij wist wat wij deden. Ja. Want wij zijn een vrolijk genootschap van niet geheel onthouders. Die zijn er wel onder ons, maar hij maakte zich Amsing ook kwaad over drankgebruik hier om de kerk. En nou, wij drinken hier in de buurt ook wel eens een biertje of een wijntje. In de modewereld is de eerste rij, kan niet meer, kan echt niet meer. Het is front row. En, maar we kennen natuurlijk wel catwalk, daar is geen. Dus het is altijd, er zijn geen absolute dingen, daarom doen wij ook geen absolute uitspraken. Taal is altijd in beweging, moet in beweging blijven. Er vallen dingen af, er komen dingen bij. En we zijn niet tegen leenwoorden, maar als je iets binnenhaalt en iets moois weggooit, want de Nederlandse taal, zoals elke taal, die is eigenlijk compleet. Ja. En dat wil niet zeggen dat er niet nieuwe dingen nodig zijn als de wereld verandert, en de wereld verandert voortdurend. Maar, Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het Van Dalen, naar het woordenboek. Ja. WhatsAppen is momenteel ook een term. Wat zij, ja, dat komt zeker erin. Ja, maar wat vindt u daar dan van? Bent u het dan ermee eens dat het WhatsAppen is geworden? Want ik bedoel, wat zou de Nederlandse vertaling daar dan ik zou zijn? Er niets anders voor kunnen bedenken. Dat is gewoon zo ontstaan. Maar het gaat u meer om de verwarring die het. Dat is een van de mogelijke nadelen. Dat het onbegrijpelijk wordt. En dat je je niet meer helder uitdrukt als je zomaar allerlei vreemde woorden ook vaak nog verkeerd gebruikt, dan krijg je spraakverwarring. En spraakverwarring is iets waar niemand denk ik op zit te wachten. Wat wil men hiermee bereiken? Onze vriend Leko Dinges, hoe heet hij? Die visagist. Ja, die praat alleen nog maar in het Engels bijna. Dat hoort er kennelijk bij. En Next Issue, dat is een Nederlands blad. Volgende nummer, is dit duidelijker? Of is een issue rijker? Ben je dan blijer als er een issue in je bus valt in plaats van een nummer? Dat vraag ik me af. Ik denk dat het te maken heeft met een trend. Ja, daar heb je het al. Nee hoor. Ja. 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 Misschien wel totaal krankjoren omdat we ons hiermee bezighouden. Maar wel leuk. Ondanks de trend van vreemde talen binnen de Nederlandse taal bestaat taalpurisme nog steeds. Ik holde naar het vliegtuig en dacht ik red het net. Ik riep erna, hey rustig Mien, zij zei nee easy yet. Ik wil een nieuwe ringtoon, schat wat doen we dan nog hier? Die koop je bij de phone shop en niet bij de juwelier. Oh doe een schiegebedje.